Goeiedag, fijn dat jullie weer kijken naar Lifestyle Spakenburg. Dit keer voor jullie de volgende onderwerpen. We zijn naar de tandarts gegaan. We nemen jullie mee in esthetische tandheelkunde. We zijn naar pole position geweest. We hebben een item over Bo. Dit keer is het geen bewegingstip, maar is het een interview met mij om hem beter te leren kennen. We zijn naar de tandarts gegaan. We nemen jullie mee in esthetische tandheelkunde. Nou, welkom in de wereld van de esthetische tandheelkunde bij de Oude Haven. Kom binnen. Nou, hier zijn we dan in de schitterende entree. We hebben hier plek voor 4 man die hier kan zitten. Kinderen kunnen hier leuk spelen. En we hebben hier een receptie. Hi Lilian. Waar we de intake doen. Nou Tel, leuk dat je hier ons hebt uitgenodigd om iets meer te vertellen over jullie praktijk. En ja. Dan voornamelijk het esthetische gedeelte. Wat is er zo mogelijk als je geen kunstgebit wilt? Als je geen kunstgebit wilt, maar je hebt wel nog goede eigen tanden en kiezen, althans funderingen zijn goed, dan kun je eigenlijk van alles doen. Als tanden helemaal nog gaaf zijn en goed van kleur zijn, wat we dan eigenlijk het liefst doen is natuurlijk gewoon met beugels de boel recht zetten, want dan ben je eigenlijk al een heel eind. Als die wens er niet is of je wil niet met een beugel aan de slag, dan kun je wat standcorrectie doen door middel van porselein. Je kan facing, dus je tandstand veranderen door iets op de tanden aan te brengen. Wat dezelfde structuur en uitstraling heeft als natuurlijke tanden en natuurlijk glazuur. Ja. Of als jij vindt dat je tanden wel recht staan, maar je vindt de kleur niet mooi. Je kan ze natuurlijk bleken. Dan hoef je alleen maar je tanden wat lichter te maken. Soms zijn tanden heel erg donker geworden of verkleurd doordat er een wortelkanaalbehandeling in gedaan is. Of je hebt er zit een hele grote vulling in omdat er ooit een stuk uit is geslagen of gevallen. En dan kun je het met een kroon of met een, nou in ieder geval met je kan de boel heel erg mooi maken. Met allerlei of op allerlei manieren. Alleen probeer ik wel altijd te kijken naar hoe een tand, hoe erg is een tand al behandeld. Je wil eigenlijk zo weinig mogelijk aan tanden doen die gezond zijn. Die gezond zijn, ja. Want een tand, want hoe meer je slijpt en boort en doet aan een gezonde tand, hoe meer kans je ook hebt dat de zenuw beschadigd of geïrriteerd raakt. Ja. Dus probeer altijd gewoon bij iedereen te kijken wat het, ja. Welke mogelijkheden er zijn, maar wel met behoud van zoveel mogelijk eigen tandweefsel. En dus om de boel ook zo gezond mogelijk te houden. Wat als mensen al een kunstgebit hebben en ze willen een klikgebit waar we over gesproken hebben? Kan dat? Ja, het wordt eigenlijk al bijna 40 jaar gedaan, maar het is natuurlijk de laatste 15, 20 jaar is het veel populairder geworden. Mm-hmm. Het is een behandeling die ook door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Belangrijk om te weten. Ja, als iemand een kunstgebit heeft, dus een volledig kunstgebit, en ze vinden dat die te los zit, wat vaak voorkomt. Ja. Dus een gebit zit te los, ze kunnen niet goed eten, dan gaan ze plakken. Dat is vaak de onderprothese, maar bovenprothese kan ook wel eens dat die te los zit. Het heeft gewoon te maken met de vormgeving van je kaak, dat die te ver geslonken is, omdat de tanden er al te lang uit zijn. Ja. In dat geval, of in die gevallen kun je in plantaten nemen of aanvragen bij de zorgverzekeraar en dat wordt dan vaak gehonoreerd, die aanvraag, en met een goedkeuring kun je implantaten plaatsen. Je plaatst eigenlijk kunstwortels in je kaak en daarop kun je dan een systeem maken waarmee je je prothese vastklikt in de mond. Dus het is eruit te halen zodat je het goed schoon kan maken, maar het is wel een systeem wat vast zit in de mond, dus waar je gewoon goed mee kan eten. Die hoeft niet meer te plakken. Dus mensen voelen zich zekerder als ze gaan eten met vrienden of bekenden. Ja, het heeft gewoon allerlei voordelen. En het zorgt daarnaast ook voor dat het slinken van je kaak, dat tegengegaan wordt. Dus op het moment dat je implantaten in je kaak hebt, op die posities, slinkt je kaak niet verder. Dus is ook nog een beetje voor behoud voor je, van je skelet en van je kaak. Ik heb wel eens zo'n gesprek gehad met op zo'n
hoe heet dat? Dat congres daar in Portugal. Ja. En dat ging dan heel erg over inderdaad hoeveel bacteriën je wel niet in je mond hebt. Ja. Ik dacht van, oké. Dat zijn er inderdaad heel veel. Het is een open verbinding van de buitenwereld naar de binnenwereld. Overal wordt je, wordt en op je alles tong? Beschermd natuurlijk door je huid. En dat is een beschermlaag, je schil. Maar de mond is eigenlijk gewoon open. En dat is een open verbinding naar de binnenkant. Dus daar zitten enorm veel bacteriën in. Op je tong. Op je tongschraper. Ja, tussen het tandvlees en de kiezen zit natuurlijk ruimte waar veel bacteriën blijven zitten. Wat je moeilijk wegkrijgt met alleen maar tanden poetsen. Zeg je dan een mondwater? Helpt dat? Mondwater spoelt de buitenkant een beetje weg. Maar in principe is het belangrijkste poetsen tussen je tanden schoonmaken met een stokertje, een verrager of flosdraad. En ook zorgen dat het zo vaak als dat nodig is, 1, 2, sommige mensen 3 keer per jaar, het gewoon ook laten reinigen door de mondhygiënisten. Ja. Dus ook de plekjes waar je zelf niet bij komt, dat dat ook goed schoongemaakt wordt en goed toegankelijk, zodat je zelf weer goed schoon kan houden. Om die mond maar zo gezond mogelijk te houden. Ja. Dat is mooi, ja. Jullie hebben alle specialisaties, hè? Ik had begrepen, dus ook de mondhygiënisten, ook voor kinderen. Ja, de collega tandarts van mij, die heeft, hij is gewoon iemand die heel rustig is, veel geduld heeft inderdaad. Heeft jarenlang in een kliniek in Amsterdam gewerkt voor kinderen, een kindertandheelkundekliniek, dus behandelt heel veel kinderen. En dat is, dat is toch ook weer een vak apart. Ja. Het is net weer anders dan... Die werken niet zo makkelijk mee, dus daar moet je met leuke verhaaltjes zorgen dat ze toch mee gaan werken in de stoel. En uiteindelijk het ook leuk vinden, dat is ook belangrijk. Dat is natuurlijk weer de stoel uitgaan met de gedachte, daar wil ik nog wel een keer terugkomen. Oh. Ik weet wel de horrorverhalen van de schooltandarts vroeger. Dat bedoel ik, daar werd je gewoon in de stoel gezet en dan werd er wat gedaan en hop, mag je weer weg. Juist. Dus het is juist goed om kinderen op jonge leeftijd ook... kennis te laten maken natuurlijk met de tandarts, maar wel op een prettige manier. Dus dat ze ook gewoon rustig behandeld worden en ook weer terug willen komen. En ook zorgen dat ze op jonge leeftijd, dat je preventief goed bezig bent. Dus dat je zorgt dat die gebitten goed blijven. Want daar heb je op latere leeftijd alleen maar profijt van. Klopt, ja. En hebben jullie ook nog een speciale manier van verdoven dan voor kinderen of niet? Wat we doen is met een, niet een roesje, maar je hebt een soort zalf. Voorverdovingszalf. Je doet een zalf op een watje en dat kun je als echt een verdoving nodig is. Doe je een beetje zalf op een watje, dat druk je op het tandvlees. Ja. Dan kan het al een klein beetje oppervlakte van het tandvlees, dat verdooft al een beetje, zodat je eigenlijk het echte prikje nauwelijks meer voelt. Okay. Niet voelen, dat is een utopie. Je voelt toch altijd wel wat, maar ja, je kan het zo wel verlichten en het leuk maken voor een kind. Waar zijn jullie bijzonder in het dorp? Ik ken niet alle praktijken natuurlijk hier in het dorp. Maar wij hebben in ieder geval de patiënten wel alles of bijna alles te bieden. Hè? Dus je kan hier terecht. En omdat we meerdere disciplines beheersen, kunnen we in ieder geval altijd alle opties voorschotelen. Dus we zeggen, joh, dit is allemaal mogelijk. Dit zijn de verschillende kosten die daarbij horen. En uiteindelijk kiezen we samen met de patiënt voor de beste oplossing. Dat is iets wat we wat we zowel verschuldigd zijn. Je moet gewoon weten wat er in je mond gebeurt. Dus daarvoor moet je ook weten welke mogelijkheden er zijn. En dat is iets wat bij mij in ieder geval, wat ik hoog in het vaandel heb gestaan. Dus dat bij mij probeer ik dat altijd boven water te halen, ook wat wil iemand, dat probeer je natuurlijk aan te voelen, maar ook echt alle opties te geven. Ja. Ja, en dan weet iemand ook waar die voor kiest uiteindelijk en wat je krijgt. En ik denk dat dat het belangrijkste is. De laatste keer dat ik hier was, zat er een mevrouw en die had een nieuwe zo'n klikprothese. Ja. Ze was heel blij. Ja. Dus ze ging echt helemaal weg zo van, kijk maar nou. Iedereen loopt ook blij weg. Ja, dat is en mooi. Dat is toch een beetje het vertrouwen wat je wil geven aan de mensen. En weggaan met de smaak. Ja, weggaan en met een goed verhaal ook weer de deur uitgaan. En ook dat aan vrienden, bekenden natuurlijk doorgeven. Dat is eigenlijk je beste reclame. Inderdaad. Ja. Ja, je mond. Ja.
Dankjewel, Tarel, voor dit gesprek. Graag gedaan. We nemen jullie mee in de wereld van het autopoetsbedrijf Pole Position in Spakenburg. Ik had een gesprek met Martijn en dat ging over zijn fantastische bedrijf, waarin hij laat zien dat het niet alleen gaat om het autopoetsen, maar veel meer. Nou, welkom lieve kijkers. Vandaag voor Lifestyle Spakenburg zijn we welkom bij bedrijf Pole Position. En dat gaat over onderhoud van je auto. Nou ja, wellicht heb je zelf ook wel eens je auto hierheen gebracht. We gaan een kijkje nemen in deze wereld. En het is natuurlijk voor Lifestyle Spakenburg gaat het programma over gezondheid. En letten eigenlijk op alles wat daarmee te maken heeft. Maar je auto heeft natuurlijk ook onderhoud nodig. En nou ja, we gaan kijken wat ze nog meer bieden in dit mooie bedrijf. Nou Martijn, in ieder geval hartstikke bedankt dat we hier mogen komen in jouw mooie bedrijf. Kan je hier iets over vertellen? Hoe is het ontstaan? Nou, dit bedrijf is ontstaan eigenlijk ruim 30 jaar geleden. En het is een familiebedrijf. Mijn vader en mijn broer die hebben samen met mij het bedrijf opgestart. En we zijn begonnen in een garagebox voor één bedrijf in Rotterdam. En toen merkten we dat er echt heel veel vraag was om auto's klaar te maken voor de verkoop. En de kennis die had mijn vader al in zijn kennissenkring. Dus toen zijn we begonnen met het complete totaalpakket om auto's helemaal aan de klant te brengen die totaal klaargemaakt waren. Gespoten, alles wat er maar cosmetisch gebeuren moest. Martijn, vertel de stappen als je hier met een auto komt. Wat gebeurt er dan? Stap 1 is eigenlijk beoordeling van de auto. Als we van het particuliere uitgaan, wordt de auto beoordeeld en er wordt gekeken wat de klant precies wil. Dus dat wil zeggen, als er diverse krassen in zitten van struiken of van jassen die langs de auto zijn gekomen of het te veel wassen van de auto, dat er heel veel beschadiging in zitten, dan wordt dat beoordeeld. Dat wordt gedaan in de lichtstraten, dus dan hebben we goed licht. Dus dan kunnen we goed alles beoordelen. Kunnen we de klant ook laten zien wat er allemaal aan markeert. Kunnen we ook voorbeelden geven en laten zien van hoe het kan worden. Als de klant met ons overeenkomt wat er allemaal gedaan moet worden aan de auto, dan gaan we ermee aan de gang. En dan wordt de auto, hierachter hebben we een wasstraat, wordt de auto compleet gereinigd voor als we gaan polijsten. Na het reinigen wordt de auto droog gemaakt. Daarna wordt de auto machinaal gepolijst. Dat wordt in 3 stappen gedaan. Dus dat wil zeggen dat alle krassen tot een minimum worden beperkt. Als dat klaar is, dan wordt er naar het interieur gekeken. Het interieur, als er in gerookt is of er heeft een hond in gezeten of noem maar wat voor geurtjes, die worden er op professionele manier worden die verwijderd. En dat wil zeggen eerst het grondig reinigen, champorellen, extractiemachine en als laatste een ozon, een ioniseerapparaat om de laatste bacteriële chemicaliën weg te krijgen. Ja, en dan krijgt de klant echt een compleet nieuwe auto terug. Nou Martijn, we staan hier ook voor een boot, dus ik begrijp dat we niet alleen maar auto's hier doen. Nee, dat zijn altijd wel mensen die hier in eerste instantie komen voor hun auto. En dan merken ze wat we allemaal kunnen. En wij hebben nu heel veel aanvragen, hebben al jaren, van mensen die hun boot gedaan willen hebben. Dus die liggen in de haven, die zeggen, kunnen jullie ook boten doen? Ja, natuurlijk, wij doen alles. We hebben in het verleden diverse dingen gedaan, tot aan vliegtuigen aan toe. En we zijn zelf bij een groot bedrijf in Frankrijk, Zuid-Frankrijk geweest. Hebben we eigenlijk een soort van college gegeven en praktijklessen gegeven hoe je
op een snelle manier en op een goede manier een hele grote boot kan poetsen. Wij kunnen dus van de grond af tot het dak de auto cosmetisch reinigen, repareren. Dingen waarvan een klant misschien denkt van dat moet gespoten worden, kunnen wij cosmetisch wegwerken dat het niet te zien is. Heeft er iemand een krasje in het leer, een brandgaatje in de stoel met stof, het dashboard is beschadigd. Al dat soort facetten kunnen wij repareren tegen zeer interessante bedragen. Dit keer geen bewegingstip van Bo, maar juist een interview met mij om te laten zien wie hij is als bewegingscoach. Een kijkje in zijn wereld. Nou, we zitten op deze fantastische dag met Bo de la Haye, want de eerste keer hebben we een intro gedaan van een bewegingsoefening met Bo. Maar ik wil jullie graag meenemen in het verhaal met wie is Bo. Dus vandaar dat we hier nu zitten. Wil je dat ik daar meteen op antwoord? Dan ga ik daarmee van start. Want nou, wie is Bo? Nou, Bo is een 67-jarige man die ooit op zijn 20ste begonnen is aan een sportopleiding op het SIOS in Haarlem-Overveen. En toen ben ik tenniscoach geworden. En dat was op zich heel erg leuk om te doen. Maar het gaf me niet 100% die voldoening die ik had verwacht te vinden in het vak als tenniscoach. En door een aantal toevalligheden en een aantal combinaties van reizen en mensen ontmoeten, ben ik op een gegeven moment terechtgekomen in de wereld van krachttraining en met name krachttraining voor topsporters. En dat vond ik zo fascinerend, terwijl ik op SIOS absoluut anatomie, fysiologie, myologie, dat waren mijn zwakke punten. Het interesseerde me nauwelijks. En in één keer was daar die omslag. En toen ben ik ook inderdaad hard aan het werk gegaan. En ben ik na een aantal vooropleidingen, zoals destijds noemden ze dat ook nog een personal training opleiding, ben ik terechtgekomen bij instituten als Functional Movement Systems in Amerika. Een instituut wat met name bekend is geworden door hun geweldige functionele screening die ze toepassen. Mm-hmm. Wanneer ze dus mensen gaan trainen, en in hun geval zijn dat meestal topsporters. Dat wil niet zeggen dat die topsporters altijd in hun fysieke balans zijn. Dus met de screening kregen ze daar een fantastisch beeld van een atleet die met bepaalde klachten bij hun kwam. En hun soms door middel van die screening toe te passen, al eigenlijk wisten waar dat probleem vandaan kwam. En ja, dat maakt het voor jou interessant. Dat maakt het voor mij heel interessant, want eigenlijk is dat niet meer dan de logische weg. En als ik iemand ga trainen, wil ik eerst weten hoe die persoon zijn lichaam in elkaar zit en functioneert. En ja, dat krijg je in een intakegesprek. Sorry dat ik je onderbreek. Wij zijn natuurlijk begonnen met een eerste oefening. Heb je juist die oefening gekozen? Nou ja, als we dus eventjes inderdaad een grote sprong maken in het verhaal. En we staan dus op een gegeven moment in Spakenburg. En ik ga een bewegingstip geven. Dat werd me gevraagd. Dan denk ik van ja, wat is een van de bewegingen die we in het dagelijks leven heel veel doen? Dat is iets van de grond afpakken en ook weer neerzetten. En ik weet niet of ik toen het voorbeeld heb genoemd, maar ik heb bijvoorbeeld een hond. Een klein hondje. Dus wanneer ik water voor hem neerzet, wanneer ik zijn poten moet afdrogen, wanneer ik hem moet borstelen, weet ik veel. Dan moet je toch meestal naar de grond toe. Dan zie je dus, en toen bedacht ik ook van ja, mensen die dus daar eigenlijk niet bij nadenken, die gaan dus inderdaad op die gebogen manier staan. En dat is eigenlijk, als je dat maar best wel veel doet, is dat belastend voor je onder andere, voor je onderrug. Er zijn nog veel meer
negatieve aspecten die daar dan een gevolg van kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld zeg maar duizelig worden terwijl je opstaat. Ja. Dat komt natuurlijk omdat je een klein beetje op z'n kop hangt. Ja. En naarmate je ouder wordt, ja, heb je daar dus meer moeite mee. Ja, maar ook de jeugd is natuurlijk... De jeugd die is helemaal niet bezig, gemiddeld gesproken, met hun houding of met hun ademhaling of wat dan ook. Nee, maar vaak hebben ze daar al problemen. Hè, maar als je wat ouder wordt, laten we zeggen 50 plus, laten we dat een beetje als een soort van drempel nemen. Dan moet je daar wel heel erg goed op gaan letten, ja. Ja, is dat jouw doelgroep? Ja, dat is wel mijn doelgroep, ja. Geworden, hoor. Natuurlijk ook omdat je zelf ook ouder wordt. Maar ook omdat je dus in dat hele proces ook heel veel mensen naar je toe krijgt. Met allerlei klachten. Kleine klachtjes. Hè? En soms wel grotere klachten. En ja, dan ga je dus inderdaad kijken van, hey, waardoor ontstaan die klachten? Kan je een voorbeeld geven van een klant waarvan jij echt zegt van, oké, die heb ik op zo'n manier geholpen dat het, ja, in de paar keer dat je hem hebt gezien, of haar? Ja, natuurlijk. Er zijn mensen die bij mij zijn gekomen die inderdaad heel veel rugpijn hadden. Hè, onderrugpijn, lage rugpijn. En dan ga je dus door middel van zo'n screening, hè, daar komt hij weer, ga je kijken van, kan ik een oorzaak vinden? Hè? Nou, dat gebeurt ook meestal wel. En dan heb je een geval, eigenlijk in een paar sessies heb je dat al redelijk opgelost. Maar heel veel dingen liggen vaak als oorsprong van de klacht bij een foute ademhaling. Dat zou je misschien verbazen, maar ook door middel van mijn studies op het gebied van ademhaling, heb ik dus gezien dat mensen van daaruit, vanuit die verkeerde ademhaling, laat ik het zo zeggen, klachten kunnen ontwikkelen. Ja, dus soms ligt de oorzaak vaak niet heel erg voor de hand. Ja, een ademhaling die gerelateerd is aan bijvoorbeeld een rugpijn of een schouderpijn of een nekpijn. Voor mij is het heel logisch, maar ja, als ik daarover ga praten, dan zijn we wel een paar uur verder. Dus dat wil ik iedereen besparen. Nee, maar je hebt tegenwoordig, waar we het ook afgelopen keer over hadden, je hebt natuurlijk heel veel dingen op internet, hè? Wat je kan zoeken op YouTube, filmpjes, ja. Die mensen die gaan dat allemaal nadoen. En hoe harder en hoe gekker, hoe beter. Helaas wel vaak, ja. En dat komt ook een beetje doordat de televisie natuurlijk heeft laten zien, middels die afvalprogramma's, hè, hoe je dus een training voor jezelf in elkaar moet zetten, of in ieder geval een training moet doen om succes te behalen. Ja, om af te vallen. En dat is dus om zo hard te trainen dat je echt helemaal naar de kloten bent, populair gezegd. En staat half te kotsen en dat soort dingen. En ja, als de gemiddelde kijker dat ziet als een soort van, ja, jongens, zo moet het. Want anders ga je geen resultaat krijgen. Ja, dan ga je ook automatisch, wanneer je op dat internet komt en je ziet een enorme, ik zou bijna zeggen, banale hoeveelheid aan misschien toch wel goed bedoelde dingen, maar niet voor iedereen de juiste oefeningen. Hè, en dan maak je een keuze, ja, die waarschijnlijk niet gebaseerd is op kennis. En je dus je bewustwording ook mist om datgene uit te kiezen wat voor jou precies goed is. En dat is waarom mensen bij mij komen. Ja, dus jij maakt meer maatwerk. Nou ja, ik ben bewegingscoach, dus ik kijk naar bewegen. En ademhalen is ook bewegen. Hè? Dus wat dat betreft begin ik bij de basis. Hè? Ik ga echt naar de basale functies van, basale fysieke functies van de mens kijken. En dan in dit geval de mens die voor mij staat en die van mij verwacht dat ik het oplos. Ja, want er zijn natuurlijk genoeg mensen die denken van, oké, ik kom één keer en jij kan het voor mij oplossen. Worden. Dat gaat hem niet worden. Hè? En je laat me ook afvallen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk nog een heel ander verhaal. Hè? Ja. Dat afvallen gaat voor 95% via de keuken. Hè? Juiste keuzes maken, wat eten en wat vind ik wel lekker, maar is niet zo verstandig om te eten.
Ja, zeker wanneer je natuurlijk wil afvallen. Ja, dan, ja, dan moet je natuurlijk wel heel goed te raad gaan. Maar ook daar, hè, en dat doe ik dan niet zelf. Nee. Maar wanneer mensen dus bij mij komen en die hebben dus onder andere als doel dat afvallen. Ja, ik ben daar niet zo mee bezig. Ik heb echt wel mensen met flink overgewicht vanuit heel matig bewegen naar heel goed bewegen gebracht. En ik heb nooit gepraat over afvallen. Maar in het proces van het fitter worden gingen mensen zelf al te raden bij zichzelf. Van, ja, hey, andere levensstijl. Zou ik ook niet eens iets moeten gaan veranderen aan mijn voedselkeuzes? Maar dat kwam eigenlijk doordat ze zich middels mijn trainingen steeds iets lekkerder gingen voelen. He, dus dan krijg je een interne motivatie. Terwijl de meeste mensen het allemaal moeten doen met een externe motivatie. He, of hun partner zegt van, nou, het wordt misschien toch wel eens tijd dat je een paar kilootjes verliest. Ja. Of de kinderen, of je huisarts, of wat dan ook. Maar het zijn allemaal externe motivatoren. En je moet juist van binnenuit, jij moet het willen. En als jij het niet wil, ja, gaat hem niet worden. Weet je, dan gaat het echt niet lukken. Nee. En jouw geheim dat jij een trainer bent zoals je nu bent? Nou, dat is geen geheim hoor. Nee? Nee, dat is gewoon een kwestie niet meenemen van in... als je gepassioneerd bent, je wil mensen graag helpen. En dat is, ja, dat zit gewoon in mij. Als je mensen graag wil helpen en je hebt zelf de tools daarvoor... Wanneer kwam je tot het besef, Paul? Eigenlijk het allergrootste besef was toen ik een heel zwaar auto-ongeluk zelf had gehad. En ik daar 6 maanden voor in het San Francisco ziekenhuis in Rotterdam ben behandeld. Soms 3-4 keer per week. En dan aan het einde van het verhaal, ze zeggen van, nou ja, weet je, wij begrijpen dat je nog niet bent genezen. Maar wij hebben niks meer voor je. Je bent uitbehandeld. Ja, wij zijn klaar met je, letterlijk. En dan sta je daar. Terwijl je nog heel veel pijn in je lichaam hebt en al dat soort dingen meer. En dan ga je je goed realiseren dat bewegen ontzettend belangrijk is. En ja, ik wist toen ook niet precies hoe ik verder moest. Ik dacht van, nou, daar sta ik. En er is niemand om me te helpen. Dus nee, ik ben dat zelf gaan doen. Ik ben zelf gaan kijken, gaan informeren en noem maar op. En ja, dan kom je op een gegeven moment dus wel tot, nou ja... Een nieuw traject? Een nieuw proces. Mm-hmm. Maar dan ga je dus enorm veel boeken raadplegen en dat soort dingen. Want ja, er was eigenlijk nog niet zoveel op het internet over een whiplash of zo, wat ik dus had. Of een gecompliceerde whiplash. En ja... Je hebt alles zelf uit moeten vinden. Ik heb vinden. Zelf moeten uitvogelen allemaal. En toen me dat lukte, had ik zoiets van, wauw, dit wil ik ook aan andere mensen meegeven. Doorgeven. Ja, hè, en dat kan je dan alleen maar zelf. Dus vandaar ook Klopt. Dat ik altijd me heb gehouden bij 1-op-1 trainingen. Omdat ik daarmee het meest efficiënt en effectief kan zijn. En een groepje van 20, ja, die kan ik niet allemaal in de gaten houden. Nou, wordt lastig. Misschien commercieel heel interessant, maar dat telde voor mij niet. Ik wilde gewoon succes hebben bij die mensen die echt naar mij toe kwamen. Ja, en wat is het doel van ons programma? Nou, ik dus denk het doel van geven? Het programma is een stukje bewustwording. Dat in de eerste plaats. En ja, ik heb net al gezegd, bewustwording krijg je bijna alleen maar door ook wat kennis te vergaren. He, want als ik niet weet dat er, ik noem iets heel geks, hè, dat er vet in boter zit. En ik vind die boter heel lekker. Ja, dan kan ik dat natuurlijk in een dikke laag op mijn boterham smeren. He, en als ik niet weet dat dat in principe niet zo heel erg slim is voor mijn gezondheid, dan eet ik heerlijk die boterham op. En er is niks mis mee om dat een keertje te doen. Maar om dat elke dag te doen, nee, dat is niet slim. En als je dan, wat ik wel eens zie, mensen die daar dan nog eens een keer een half pak hagelslag op flikkeren. Ja, het ziet er allemaal heel leuk uit. Maar ik denk dat je maag daar van binnen wat anders over denkt. En je darmen helemaal. Want ja, het is misschien een gevleugelde uitspraak. Maar je gezondheid begint in je darmen. Ja. Ja? Ja. En die gezondheid waar we het dus nu over hebben, die kan alleen maar gemaakt worden en gecreëerd worden door bewuste, gezonde keuzes. Klopt. Ja, dus het is, en ik kan me voorstellen, als je weinig van voeding weet en je loopt
een supermarkt binnen en je ziet al die zoete dingetjes allemaal naar je zwaaien en knipogen en dat soort dingen. Als je trek hebt. En je weet niet beter. Ja, dan neem je datgene wat lekker is. Ja. Terwijl ik in eerste instantie voeding neem waarvan ik denk van, nou, dat is goed voor me. Ja, dus... Ik was jaren geleden ook niet echt een fan van broccoli. Maar ja, ik ben daarvan leren te gaan houden. Ja, dus gewoon terug naar de basis eigenlijk. Hè? Groente, fruit en mindere maten. Ja, het is een bekend verhaaltje eigenlijk voor heel veel mensen. Ja, we houden ons alleen niet daaraan. Maar we laten ons heel snel verleiden. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik kijk niet elke avond tv. Maar wanneer ik dan eens een keer op die bank zit en ik kijk. En dan zie ik een blokje reclame voorbij komen. En dan denk ik, ja, het is ook potverdomme niet makkelijk om... Klopt, maar, wordt de hele dag gewoon verleid. Heel strikt te blijven eten, hè? Ja. Dat is ook niet makkelijk. Nee. Nou, je moet enorme doorzettingsvermogen hebben. Dus het en is ook constant belangrijk dat je bijvoorbeeld, als je een samenlevingsvorm hebt met een partner, dat die ook jou ondersteunt daarin. Ook al doet hij het misschien zelf niet, maar dat hij jou wel ondersteunt. Staat. En dat hij het wel heel goed vindt van je, dat je je op die manier je keuzes maakt. Ja, en we gaan ook, iedere keer, elke uitzending gaan we een bewegingstip geven. Ja. We willen ook mensen meekrijgen in dat verhaal. Ja, dat lijkt me op zich wel heel leuk. Dus het zou leuk zijn als een kijker die mee wil doen aan een oefening, dat Bo bijvoorbeeld voordoet, geef je op en ga naar de website en vraag informatie op. Dan, wellicht komen ze dan bij jou terecht. Nou ja, wat ik leuk vind is de, zeg maar, als we een interactie zouden kunnen creëren tussen de bewoners hier in deze regio. Die dus kijken naar de tip van de week en denken van, of ik heb vragen erover, ja, stuur een mail. Of meld je aan en doe mee de volgende keer. En dat mogen er rustig een paar zijn. Ja, want het is gewoon een tip. Ik ga niet daar les geven. Ik geef een bewegingstip. Als mensen meer willen weten of vinden dat ze daarvoor in aanmerking komen, dan kunnen ze altijd mij mailen of bellen. Of als ze een klacht hebben. Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja. Oké. Fijn dat u weer heeft gekeken naar Lifestyle Spakenburg. Ons programma is terug te zien op www.youtube.nl/omroepspakenburg. Voor de volgende keer nemen we jullie mee naar het tandlaboratorium in Hemnes. Your Style, die laat de laatste trend zien op modegebied. En uiteraard hebben we een kerstitem, want volgende keer is het kerst. Tot dan!